Het Hof van Justitie heeft vandaag afspraken gemaakt met het advocatenteam van de veroordeelden in de decembermoordenkwestie. De raadslieden van Desi Bouterse, Iwan Dijksteel, Benny Brondenstein, Ernst Geffery en Stefanus Dindu moeten nu schriftelijk reageren op het betoog dat is gevoerd door het Openbaar Ministerie. De zitting van vandaag was niet openbaar en zal op 30 januari worden voortgezet. De advocaten Milton Kastelen, Merwin Dubois, Martin Missijan, Naila van Dijk en Derek Feira zullen bij de volgende zitting ook reageren op hetgeen het Openbaar Ministerie vandaag heeft voorgelegd.